Woensdagavond kan Heerenveen zich voor de vierde keer in de historie plaatsen voor de bekerfinale in de Kuip. Voor de ploeg van Ron Jans is dit misschien wel de wedstrijd van het jaar. Ja, op dit moment wel. Kijk, afgelopen weekend in de competitie was ook heel belangrijk, omdat je dan tegen iemand speelt die gelijk staat en ook tegen dezelfde tegenstander. Ja, wanneer die dan niet wint, dan komt deze wedstrijd, dan is dit weer de belangrijkste wedstrijd. En, het is een kans om nog een keer finale te spelen in de Kuip. En dat is wel heel mooi, denk ik, voor iedereen. Dus dat is heel belangrijk. Ik hoop dat het niet de wedstrijd van het jaar is. Maar op dit moment is het wel de wedstrijd van het jaar. En dan weet je denk ik wel wat ik bedoel. Ja, want je wilt die bekerfinale. Dat moet de wedstrijd van het jaar worden dan. Ja, dat is zo. Maar het is ook zo dat om die beker te winnen, weet Heerenveen alles van. Dat is geweldig. Een prijs, een hoofdprijs. Met z'n allen naar de Kuip. Dat is gewoon een geweldige happening. Zeker als je hem pakt ook. Dus dat willen we heel graag. Het is een belangrijke wedstrijd. Je kan je zo makkelijk voor de VS voetbal plaatsen eigenlijk. Dus dat is een makkelijke weg voor ons. En we gaan gewoon alles aan doen om die wedstrijd van zondag weg te poetsen. Want toen was PSV simpelweg te sterk voor Heerenveen. Vooral de vleugelaanvallers van de Eindhovenaren, Lens en Mertens, zorgden voor veel gevaar. Terwijl Narsing en Asaidi daarentegen amper werden bereikt. Ja, klopt. We werden niet veel betrokken in het spel. Maar het kan gebeuren. Kijk, als buitenspeler ben je afhankelijk van de ballen die je krijgt. We werden niet vaak in op ingezet. Maar dat kon haast niet, want we kregen alleen maar rugdekking. Dat deden hun goed. Waardoor kwamen wij minder in het spel voor. En eigenlijk ons hele team. Asaidi en Narsing kwamen bijna nooit in 1-1 situaties, omdat er altijd rugdekking was. En vleugelspitsen die gingen dubbelen, middenvelders die hielpen, centrale verdedigers die dat deden. En ja, dat hebben we bij ons wat gemist. En dat komt door twee dingen. Dat komt omdat wij veel te vaak de bal verloren en dan sta je niet goed en dan kun je elkaar niet genoeg helpen. Daar zit volgens mij de grootste winst. Maar wij moeten nog veel meer gewoon elkaar coachen, helpen, dicht bij elkaar spelen en echt druk op die bal hebben. Zodat je in duels komt en dan moeten we gewoon meer dan 50% van de duels moeten we winnen. En dan kun je ook een ronde verder komen. Je kan zeggen, je hebt 5-1 verloren, dus geen vertrouwen, PSV is beter. Maar je kan ook zeggen, je hebt wel een kans om revanche te halen. Dat laten we daar maar van uitgaan dan. Daryl Janmaat moest afgelopen weekend op het laatste moment afhaken. Hij kreeg toch weer te veel last van zijn knie. Woensdagavond is de verdediger er hoogstwaarschijnlijk wel weer bij. Iedereen moet 100% geven, bikkelen gewoon. We moeten gewoon kort op hun zitten, zodat ze niet kunnen voetballen. Want als je hun laat voetballen, dan hebben ze gewoon van kwaliteit. En dan komt het er ook uit, zoals zondag. Maar ik ga ervan uit dat we zondag gewoon allemaal een off day hebben. Dat we er mogen gewoon staan. We hebben 2 keer nou van PSV met 5-1 verloren. Maar wij zijn profs en dan moet je mentaal ook weerbaar zijn. En ik heb ook met alle spelers even individueel gesproken. Ja, iedereen is ervan overtuigd dat ze zelf beter kunnen. En dat wij als team ook veel beter kunnen. En dat moeten we morgen maar laten zien. Aan het eind van de training worden er ook nog een aantal penalties genomen. Want mocht u er wel uitdraaien op strafschoppen, dan kun je maar beter vast hebben geoefend.